De Tjeve, de Kalote, de oudste partij van het land. Bekend van Wilfried Martens, Yves Le Terme en Jean-Luc Dehaene. Elk jaar verliezen ze een beetje meer omdat hun kiesvee doodvalt. Maar ze doen volop onderzoek naar herrijzenis. Met AI hebben de Vlaamse Christen-Democraten hun voormalige boegbeeld weer tot leven gebracht. Ook zij kennen iets van migratie. Nicole de Moor regelt alles rond migranten op ons grondgebied. Maar kennen en kunnen is niet hetzelfde. Omdat asielzoekers geen opvang krijgen, ook al hebben ze daar recht op. En ook zij hebben iets met China. China heeft ingebroken in de computer van Els van Hoof van CD&V. Ze hadden beter in een McAfee geüpdate. Online veiligheid voor parlementairen, dat het echt een stuk beter kan. Elke update is belangrijk. Volgens de Belgische wet mocht je abortus plegen tot 12 weken in de zwangerschap. De progressieve partijen willen dat optrekken naar 20 weken. Maar... CD&V wil abortus maar toelaten tot maximaal 14 weken zwangerschap. Ik heb geen kennis van het vrouwelijk lichaam en dat is onvrijwillig. Maar voor mijn mede-incels heb ik het eens opgezocht. Dit is een foetus van 14 weken en dit is een van 20 weken. Opnieuw, ik weet hier niets over. Een wijs man zwijgt, maar niet elke man is wijs. Vanaf de 15e week een pijnperceptie aanwezig kan zijn bij de foetus. Ja. Dat is één. Dit is Sammy Medi, gelijk medicatie. Een dikke nek die ik nog ken van het jeugdhuis in Oud. Hij had toen ook al een varkenspakkes. Onze partij is terug. The beast is back. Maar vroeger was hij niet zo naïef. We kunnen de verrassing van de verkiezingen worden. Meer zelfs, we zullen de positieve verrassing van de verkiezingen worden. De laatste keer dat ik Sammy zag, had hij mijn 10 euro in zijn hand. Had hij mij gezegd te wachten en ging hij het hoekje om. Ik wil maar zeggen, Sammy moet mij nog een tientje. Maar Sammy is niet de echte baas. Al zeggen zijn partijgenoten dat niet met zoveel woorden. Wie is eigenlijk de baas? Is dat dan voorzitter Medi of minister Krevits? Het is deze West-Vlaamse mama. Laat me duidelijk zijn. Geen welvaart. Versta me niet verkeerd. Ik hou van West-Vlaamse mama's. Maar altijd als ik naar de Meivoren wil, krijg ik dit te horen. Ik heb dat geld niet zomaar ter beschikking. Hilde Krevits baart mij zorgen. Laatst vulden we de slechtst mogelijke stemtest in. Meer belastingen, minder vrijheid, meer oorlog. En kijk eens aan. Hilde Krevits. Ik ga stemmen op Hilde Krevits. En zo vriendelijk lijkt ze niet te zijn wanneer Gillette haar steekpenningen geeft. Ik ben nog maar door één minister uitgelachen in het parlement met mijn snor en het was minister Krevits. That's right.